Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ik ben weer een beetje vrolijk. Zo vrolijk was ik nog nooit. Nou, dat is niet waar, maar... Kijk. Ik ben weer bij de gym geweest. En ik moet zeggen, ik heb een kort programmetje aangewerkt. Ik heb aan een kort programmetje gewerkt, dat was het. En het ging niet verkeerd. Ik ben benieuwd wat het gaat worden morgen, met spierpijn of iets dergelijks. Maar ik heb nou vooral een beetje de bovenkant gedaan, armen, borst getraind. Omdat ik niet veel tijd heb. Want we moeten vandaag weer voetballen. En dan hoeven we niet zo heel erg ver, dus dat scheelt dan weer een stuk. Want we hoeven maar naar Uden. Nou, Graaf Uden, daar is niet zo ver van elkaar af. Malde Uden is iets verder. Maar goed, dan nog ligt het in de buurt. En ja, die spelen om 2 uur. Dus dat is toch weer een beetje vroeg zijn. Ik ben in ieder geval blij dat ik ben gegaan. Ik zat eigenlijk vanmorgen, of eigenlijk gisteravond, sorry, echt al morgen. En vanmorgen werd ik wakker. Ik denk, zal ik weer een beetje te twijfelen. Ik was weer even aan het twijfelen van, wat zal ik gaan doen? Ik denk, we moeten gewoon gaan. Het is belangrijk. Belangrijk voor jezelf. Belangrijk voor je hele lijf. Dus ik heb zoiets van, ja. Nou, ik ben gegaan. Echt eerlijk waar. Ja, het is gewoon fijn om dit te doen. Ik kan echt... toch vind ik het raar van mezelf dat je dan toch aan loopt te denken en te twijfelen van zal ik gaan, ja of nee. En dan ben je het eind geweest en denk je van fuck, dit is gewoon lekker om te doen. Je bent gewoon lekker bezig met jezelf. Mensen rondomheen die al vroegen, omdat je dus normaal gesproken echt gewoon iedere zondag gaat. En die je dan ook iedere zondag dan ziet. Die zich dan niet afvragen van waar was je dan en zo. Nou goed, dan zeg je dat je dat hebt gedaan hiervoor bij het hoofd, laten behelpen. En ja, dat snappen ze ook wel, maar ja, dat is dan toch wel weer iets, ja, wat je op dat moment niet van bewust bent, dat er mensen zijn die gewoon het ziet. En normaal gesproken is altijd een keer hoi, hallo, je ziet elkaar. En dan zie je elkaar dus blijkbaar ja, ongeveer bijna 2-3 weken. Ik had nog gekeken, was 3 weken voor het laatst, was het daar geweest. En ja, dat is dan toch in één keer vragen van, wat had je al gemist of zo, in zo'n manier zo van, heb je het niet meer gezien, 3 weken lang. En dat zegt dan toch ook wel weer iets. Dat vind ik dan toch wel het leuke eraan dat je... ja, dat ze op die manier toch zien en erbij stilstaan van, ja, hey, wat is er dan geweest? We zien je al even niet. Dus hoe het andersom heb je natuurlijk ook. Op het moment dat je, zeg maar, dat jij iedere keer daar bent. En je hebt dan mensen die je vaker ziet en af en toe een keer wel, soms wel een praatje, soms geen praatje. En dan in één keer zie je ze, zeg maar, 1-2 weken niet. Dan ga je natuurlijk zelf ook afvragen van, heel leuk, ben je hier? Nou ja, dat doe je dan automatisch. Dus. Maar, voor vandaag in ieder geval, ik ben blij dat ik weer gegaan ben. Het ging eigenlijk best lekker. Ik kan wel merken op een of andere wijze dat ik toch wel gemist heb. Dus morgenavond gaan we gewoon weer. Gaan we de draad weer oppakken. En dan weer gaan proberen om toch, ondanks dat we nou deze vervelende tussen haakjes, dagen aankomen met betrekking tot Sinterklaas en Kerst. Dat je toch een klein beetje moet proberen in te houden, niet te gek wil laten maken. Dat soort dingen allemaal. Is dat sporten toch wel belangrijk? Want ja, je wil natuurlijk ook een beetje op de kilootjes letten. Wat ik overigens wel gemerkt heb voor mezelf, ik heb net nog eventjes daar op de weegschaal gestaan.
Dan heb ik voor mezelf weer een idee van, hey, voor mezelf voel ik van, oké, ik ben al een paar weken niet geweest. Dat trekt door in je lichamelijke situatie, met betrekking tot gewicht. En dan ga je op de weegschaal staan en denken van, hey, hoe kan dit? En dan is de vraag dat ik dan eigenlijk op zo'n weegschaal moet staan, die dus kan meten of jouw vetpercentage en je spiermassa is afgenomen of is toegenomen. En daarmee kun je iets meer meten. En dan had ik misschien nou de link kunnen leggen van, oké, voor mezelf heb ik het gevoel dat ik weer wat dikker ben geworden. Maar als ik op de weegschaal ga staan, ziet het er niet naar uit. Dus ja, die connectie is dan lastig. Waarvan ik dan natuurlijk denk van, oké, zou het dan in die 3 weken zo zijn dat er dan zoveel spiermassa weer is afgenomen? Wat natuurlijk weer relateert aan gewicht. Ja, dat weet ik allemaal niet. Dus dan moet ik eventjes proberen zien achter te komen. Nou, ik ben weer thuis. Dus het is weer klaar. Ik ga weer naar binnen toe. Douchen, omkleden. En dan gaan we over een paar minuten alweer, of over een half uurtje alweer naar Juliana toe. Dus voor mij zit er vandaag op. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Nog even duimpjes omhoog. Ik heb trouwens met 1. Dat vind ik op zich wel leuk. Met 1 vlog. Dat was de meet and greet met Enzo en Myron. Ik heb de 1. Staat echt geen ruk voor, maar ik vind het wel leuk. Ik heb daarmee de 1K views gehad. Dus ofwel iets meer dan 1000 bezichtigers heb ik daarmee gescoord. Dus dat vind ik wel een leuk feitje. Dus dat vind ik wel lachen. Oké, hij is van ruim een jaar terug, maar toch. Ja, hij duurt wel. Hij wordt toch wel bekeken. Het zijn toch 1000+ mensen die een keer hebben gekeken naar dat filmpje. Dat vind ik wel leuk. Dus, nou goed, dat was even een feitje die het even tussendoor hoort. Nogmaals, even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.